Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie leren hoe je lotte au poivre moet maken. Wat hebben we nodig? Zeeduivel, cognac, peperbollen, room, vispumé, gebroken peper, citroen en waterkers. Het eerste dat we doen, we nemen een steelpan. We gaan die mooi gaan opwarmen met wat maïsolie. Dan nemen we onze zeeduivel, onze lotte. Dat is eigenlijk een gewone staart op zijn geheel. We hebben de kop eraf gesneden, we hebben het staartje eraf gesneden. Die is mooi ontvliest. Die gaan we nu gaan kruiden met peper en met zout. We draaien hem om en we doen juist hetzelfde. Voilà, onze pan die is mooi warm, onze olie is mooi warm. Je kan dat zien, de olie die trekt lichtjes weg. En nu gaan we onze vis mooi gaan aankleuren. De onderkant die is goudbruin. Nu gaan we hem gaan omdraaien en bakken we de andere kant. Dan bakken we de zijdes. En we gaan de vis eigenlijk mooi rondom rond goudbruin gaan bakken. Nu halen we die uit de pan. Dan leggen we die op een bord. Dan nemen we een rooster. We gaan de vis er mooi op leggen. De oven die hebben we voorverwarmd op 200 graden. Nu gaan we de vis op een rooster 8 minuutjes gaan garen in de oven. Onze bakpan die gaan we gebruiken voor onze saus te maken. Dat is onze pepersaus. En we gaan eigenlijk eerst de groene peper mooi aanstoven. Daar voegen we wat gebroken peper aan toe. Dan doen we er cognac op. De cognac die zit in een pan. Nu gaan we die lichtjes flamberen. Nu voegen we onze visfumé eraan toe. Dus visfumé is ook een basis dat we gemaakt hebben. Basis van de geraten van de vis. Dat hebben we al eens gemaakt in een vorige aflevering van First Class. En je ziet in de pan alle braadjus van de vis, die komt los van de bodem. En die jus, de smaak, die gaat in de saus zitten. De visfumé, die is lichtjes ingekookt. En nu gaan we daar onze room aan toevoegen. Onze lotte staart, die heeft nu 8 minuutjes in de oven gezeten op 200 graden. En die is perfect van cuisson. Nu gaan we gaan controleren of dat hij gaar is. Dus we pakken een mesje. En we gaan eigenlijk het mes in de lotte steken. En als je voelt dat er geen weerstand meer is, dan wil het zeggen dat de lotte mooi gaar is. We gaan de vis nog juist gaan affrissen met wat citroensap. En lotte is eigenlijk een heel stevige vis. Dus we hebben nu eigenlijk een lotte au poivre gemaakt. Dat is eigenlijk een variant van de stick au poivre, maar dan in een visversie. En we gaan nu nog juist mooi de saus erover doen met de groene en zwarte peperbolletjes. Lotte au poivre, klassiek gebakken met een peperjus. First Class, zeker lekker, smakelijk en tot de volgende keer.